Emiel, volgens mij is het een topweek voor jou. Dat is de mooiste week van mijn leven. Ja, want je bent vader geworden van Sophia eerder deze week. Ja, allereerst gefeliciteerd. En hoe gaat het met de kleine? Gaat heel goed. Ze slaapt veel, eet veel, heult een beetje. Hoort erbij. Maar gaat heel goed. Ja, hoe was jouw voorbereiding op deze wedstrijd dan? Ja, vrijdag was ik niet aanwezig bij de training. En de nacht van donderdag naar vrijdag is mijn dochter geboren. Dus het was een pittige nacht. Maar heel, heel mooi. Ja, en je stond toch al snel weer op het trainingsveld. Ja, ik heb mijn vriendin het werk laten doen en ze heeft me een beetje laten slapen. Dus nee, ik wil gewoon bij de wedstrijd zijn en ik heb goed mijn rust gepakt, dus het ging wel. Maar ik voelde wel de laatste 20 minuten dat mijn energie was een beetje op. Ja, vanavond de wedstrijd tegen Jong PSV. Hoe kijk jij terug op die eerste helft? De eerste helft? Oké. Ik vond dat wij hadden goed begonnen. We creëerden een paar kansen en toen kwam hun een beetje terug met een paar schoten op doel. Niet heel gevaarlijk, maar ik vind dat wij deden het gewoon goed en wij kan zien dat wij een betere ploeg waren. Ja, de betere kansen waren voor jullie in de eerste helft. Hoe gaat het aanvallend gezien dit seizoen bij jullie? Goed, wij creëren heel veel en we weten van elkaar wat we kan doen. Dus het is heel leuk om te spelen. Ik voel dat bijna elke keer dat ik de bal krijg, dat ik iets creëert. En dat is goed voor het team. En hetzelfde geldt voor met Sammy en Nico en Anna's en Schoofs. Weet je, wij doen het heel goed op dit moment. Ja, het draait lekker. En gelijk na rust was eigenlijk de wedstrijd beslist. Ja, het is leuk om zo'n fantastische actie van Anna's en een mooie doelpunt. Dus, ja, hoe is jouw connectie met Anna's? Want volgens mij jullie vinden elkaar heel makkelijk. Ja, Anna's is een hele technische speler. Ik ben zelf ook technisch, dus wij kunnen een beetje 1-2'tjes maken. En ik kan hem altijd inspelen. Hij is heel balvast en hij is heel, heel belangrijk voor het team. Ja, en de derde goal, vertel. Ja, ik weet niet precies wie de bal gaf naar Nico, maar was heel, ik moet Nico even danken dat hij mij deze doelpunt gaf. Dus het was een heel mooie pas van hem. En hij weet dat als hij de bal daar krijgt, dan moet ik bij de tweede paal zijn. En hij gaf een fantastische bal. En of was het voor mij om de bal binnen te schieten. Ja, vorige week in Utrecht was het andersom. Ja. Toen gaf jij de bal op Nico. Nu dus naar jou. Maar je rondt het ook fantastisch af. Ja, nee. We weten van elkaar wat we kunnen. En we moeten zo doorgaan. Ja, en uiteindelijk was de wedstrijd dan gespeeld. Je moest er nog even uit. Was je geblesseerd? Of had je... Nee. Ik was een beetje moe. Het is wel een heel mooie dag geweest. Maar het is natuurlijk heel veel adrenaline en een beetje minder slaap en zo. Dus het was goed om 75 minuten te spelen vandaag. Ja, de goals in de tweede helft werden gevierd met het publiek. Ik denk dat het fantastisch voelde, toch? Ja, de publiek zijn heel top. Zonder hun kan we het niet doen. En, ik denk dat hun het ook heel leuk vindt om nu 3 wedstrijden te winnen. En, het is alleen maar 3 wedstrijden, dus we moeten door. Ja, jullie gaan nu verder. Inderdaad, 9 punten in de pocket al. Volgende week MVV. Gewoon deze lijn doorzetten? Tuurlijk. Leuk om weer thuis te spelen. Top. Dus mensen die nog geen seizoenskaart hebben? Moeten verlengen.